Ja, ja, natuurlijk Fishy hier weer. En vandaag weer een nieuwe Gears of War hier op mijn kanaal. En we gaan spelen op de map War Machine. Want ja, elke zoveel tijd komt er een nieuwe map uit. Ik weet niet of het nou elke dag is of om de paar dagen. Of dat je zoveel moet doen om een map te unlocken. Maar in ieder geval, War Machine is unlocked nu in de multiplayer beta van Gears of War Ultimate. War Machine, best wel een leuke map. Heel populair. Ik vond het vroeger zelf niet zo heel erg leuk. Speelt zich af binnen in een gebouw. Het is weer gewoon symmetrisch. Dus het is gewoon heel makkelijk speelbaar natuurlijk. Leukste is, je unlockt ook allemaal camo's. Tenminste, je krijgt camo's nu vandaag. En als je die camo's ook gebruikt vandaag, dan unlock je ze ook gewoon echt in de game zelf als je die koopt. Dat is heel vaak bij Gears of War, dat als je dingen doet in de beta. Gears of War 3 had ook een beta geloof ik. En ja, Gears of War 3 had een beta. En als je daar dingen dus in doet, en trouwens ook Judgment had ook een beta. Als je er dingen in doet in die beta, dan unlock je dus gewoon ook in de gewone game. Dat is wel super leuk natuurlijk eraan. Dat zorgt ervoor dat je in ieder geval dat je het ook ergens in ieder geval voor speelt, zou ik het zo zeggen. Active Reload hebben ze eruit gehaald. Dat was dat als je schiet en je kogels gaan, dan knipperen daarna. Als je precies die reload goed doet, timed, dan zijn je kogels sterker. Dat hebben ze nu even eruit gehaald vandaag. Ik weet niet waarom, misschien om uit te testen of zo. Geen flauw idee. Maar we gaan gewoon lekker spelen. King of the Hill gaat tot de 120 punten. Ik weet niet of het altijd zo was. King of the Hill is gewoon hetzelfde als Call of Duty is het gewoon hardpoint, zeg maar. Gewoon één gebied. Daar ga je in staan en dat. Dan kun je de cap breken, zoals het heet. Als je erin gaat en dan breek je de cap en zo. Dan krijg je punten voor. Dan level je weer. Eigenlijk is het allemaal niet zo heel erg ingewikkeld als je het zo loopt. Erover. Je ziet het is altijd eigenlijk wel eerlijk gedaan. Ik heb hem gedowned. Nou, kill hem maar. Yes. Killsteal. Is het nou vriendelijk? Oh nee, dat is vriendelijk. Dat is Carmine was dat. En nu vraag ik me af of... hoe dat sniper echt precies nou werkt. Even erachter dan. Oh, ik ben down, ik ben down, ik ben down, down. Voor mij kan ik zelf reviven. Ja, hij gaat dood, sorry. Oh, dat is heel slecht, Chris. Nou, die had ik al raak. Oh, die was cool. Voor mij spawnen ze nu misschien achter me. Wie staat hier stil? Oké, apart. Ik ga gewoon even toch een crossbow pakken. Doei! Mazzel! Woo! Do not fuck me! Nou, die was heel slecht. Die was heel slecht. Die was heel slecht! Het is af en toe een beetje moeite met mikken, maar ja. Oh, eens stil. Dat is ook niet echt heel erg handig, boys. Stilstaan is niet zo handig in de game. Dan ben je echt wel gefokt op. Dat is wel jammer. Als je iemand hebt die stilstaat. Even kijken. We gaan even kijken of we naar boven gaan hier. De andere gasten hebben... De locust hebben de heel nu. Zo! Headshot! En er gaat er eentje gezaagd worden. Ook lekker. Het is altijd wel leuk dat spek te eten, hè. Dat is altijd wel leuk gewoon in die game. Ik weet niet. God. Het probleem is gewoon dat je met z'n drieën bent even. Ja, dat is gewoon kut hoor. Oké. Pak even die crossbow op. En... ah, zit maar.
Kom maar. Hé, die andere kant. Dat is jammer, jammer, jammer. Dat is jammer. Oké, nou pakken we even de shotgun. En we zijn ook 3 man, zie je? We zijn ook met 3 man. Ai, ai, ai. Dat gaat nooit halen, Chris. Dat kan niet. Je kan niet dat doen. Ik heb 4 kills. Ik heb 4 kills. Je ziet niet hoeveel deaths ik heb. Dat vind ik wel op zich beter. Met dit, hè? Want het is eigenlijk, staat ook onder de competitive playlist, staat dit, hè? En dat betekent dat je gewoon niet echt hoeft te kijken naar je aantal deaths en zo. Dat is eigenlijk helemaal niet zo boeiend, zeggen ze gewoon. Weet je, het gaat om dat je gewoon die gasten lekker, dat je de punten gaat halen. Even de capper. Even breken. Fuck! Kom op, er moet wel iemand even joinen, want anders 3 tegen 4 is echt onmogelijk spelen, jongens. Oh, headshot! Dan ga je verliezen. Vooral dit, hè. Zo! Even word ik even daar even geoond. What the fuck? Ging even snel. Laatste 20 punten. Dat red je niet hoor, Pik. Zijn er geen granaten? Nee, er zijn geen granaten. Oh, ik word geraakt. Dan word ik geraakt door... Oh, die turret zit erboven, wordt bemand. Dus er is een turret hier in... Je kan hem niet raken. Zo te zien. We gaan even kijken of we naar boven gaan. Jammer. Niet gekild, maar ja. 46 punten verschil. Die ene gast heeft 10 kills, ik 5. Maar ja, we hebben natuurlijk weinig. We kunnen weinig doen, helaas. 3 tegen 4 is gewoon echt fucked up lastig. Dat is wel iets wat ze eigenlijk nog steeds een beetje moeten veranderen in, in de game, vind ik. Dat je dat sneller kan aanvullen. Maar het is natuurlijk wel zo dat het gewoon niet... Oké. Pak even die granaatjes op. Die granaat oppakken, jongens. Dat weet je. Door Frank! Waarom zijn ze niet dood trouwens? Bullshit, hè? Zijn niet dood? Oh, 2 man. Ah, dat is jammer. Ze moeten niet te veel kwitten. Ze worden echt helemaal keihard geoond. Dat is het. Dan heb je gewoon echt een super groot probleem. Nee, dat gaat onmogelijk, Chris. Mensen moeten joinen. Ik weet niet of het trouwens hier in joinen. Dat zou misschien ook een kut kunnen zijn. Dat ze hier niet standaard in joinen. Want wij Team Deathmatch joinen ze wel. Jezus, mensen. Dus ja, dat is gewoon best wel jammer natuurlijk. Maak het potje gewoon wel even af. Kijken of ik nog een beetje kills kan maken. Maar die heal die kan me gestolen worden. Gaan we gewoon even... Even kijken hier. Kijk op. Wordt alweer geflankt. Ja, dat is echt onmogelijk om te doen. Je gast had die cap ook nog pakken, hè? Oh, je hoeft er niet in te staan deze keer. Oké, normaal gesproken moest je in die heel gaan staan. Om de cap te houden. Maar in dit geval gaat dat dus niet zo. Ik raak ze helemaal niet gewoon. Jezus.
Gewoon even die cap laten pakken, jongens. Jongen. Want het heeft toch geen nut om meer om die te pakken. Maar ze vullen niet meer aan. Ik denk dat het gewoon 40-4 omdat het competitive. Doe competitive op. Gaat voor geen meter! Let's do this! Onze captain. Hij is de. Waarmee je nu kijkt, dat is de. Zeg maar de baas, hè? Gewoon de kapitein is dat, hè? We gaan gewoon. Voor mij heb ik echt een heel zwaar negatief. Ah! Bitches! Oh! Dat kan je verwachten, hè? Nou. Potje is over. Dus, ging niet zo heel erg goed, maar het was op zich wel leuk even om te spelen. Dit hè. Ging niet zo heel erg prima, hè, dit hè. Maar ja, 4 tegen 2 is gewoon echt fucked up moeilijk en gewoon echt kut om te spelen. We gaan dan een leveltje weer omhoog. Ja, ik zou zeggen, ja, ik vind zelf Team Deathmatch iets leuker, maar ik vond het wel leuk om even te laten zien, snap je, aan jullie als kijkers. Want dan, ja, dan zien jullie ook niet elke keer hetzelfde, zeg maar, ja toch. Ik zou zeggen, jongens, tot de volgende keer weer en bye bye.